als je wat wil veranderen in je werk. Je bent bijvoorbeeld incontinentieverpleegkundige of je bent ergo-coach. Nou, gebeurt het wel eens zoals bijvoorbeeld op dit plaatje. En dan zie je in dit geval is dan een ergo-coach. Die is heel enthousiast. Die zit in dat autootje en die heeft zoiets van... Ja, die heeft net de cursus gedaan. Dus die denkt, jongens, we gaan iets veranderen. We gaan iets leuks doen. Dus die geeft een heleboel gas aan dat autootje. Met als gevolg dat die collega's hier, die vallen daaraf. Want die hebben dat hele enthousiasme nog niet te pakken. Dus je wilt iets veranderen en je collega's gaan niet mee. Wat er dan ook nog wel eens gebeurt, is dat je het idee hebt dat je aan een dood paard aan het trekken bent. Je wilt iets veranderen, je wilt iets verbeteren. Je wilt bijvoorbeeld dat mensen het hoog-laagbed altijd gaan gebruiken of wat dan ook. En ja, jij bent heel erg je best aan het doen, maar dat lukt niet. Als je dat herkent, dan is de voilà-methode iets voor jou. Het idee is, geef mensen de ruimte en de gereedschappen om zelf aan de slag te kunnen. Dat ze dus het probleem signaleren en vervolgens ook nadenken... Hoe kan ik dat nou oplossen? Je kunt het ook een beetje in zo'n soort schemaatje zetten. Hoe meer ruimte jij geeft aan je collega's om iets nieuws te doen, om iets te verbeteren op de afdeling, hoe meer medewerking je krijgt. Maar als je iemand heel veel ruimte geeft, dat je zegt van nou ja, je moet het helemaal zelf weten, dan gebeurt er heel weinig. Dus die medewerking, hè, die is heel erg laag. Als je iemand heel erg op de huid zit en zegt van... jij moet dat bed omhoog zetten. Want als je dat niet doet, dan krijg je serieuze problemen aan je rug. En dat is helemaal niet fijn. Ik ken voorbeelden van mensen. Nou ja, weet je, zit je mensen echt heel erg op de huid. Dan is die medewerking ook heel erg weinig. Ergens, en dat is de uitdaging van mensen die iets willen verbeteren op hun afdeling. En dat vinden we allemaal. Is dat we moeten zoeken naar dat optimum. Dus je geeft... mensen niet te veel ruimte, niet te weinig ruimte, maar ergens dat optimum. Dat is lastig, maar het mooie is dat als je gewoon werkt op je afdeling, je kent mensen, je kent je cliënten, dat je kunt zoeken naar niet te dicht bovenop en ook niet te veel ervan af. Voilà. Een aantal dingen wil ik er even over zeggen. Ten eerste, het voorkomt afschuifgedrag. In de praktijk gebeurt het vaak zo, als er iets niet goed is, er zit bijvoorbeeld een drempeltje in de douche waar je tegenaan loopt en zeg je, ja, nou... dat is eigenlijk, dat hoef ik, vervelend dat er is. Maar ja, dat had mijn manager of de technische dienst. Waarom hebben ze dat nou niet verbeterd? Het zit er al een paar jaar en iedere keer loop ik er weer tegenaan. Nou, voilà, voorkomt dat afschuifgedrag. Omdat je het omdraait. Zegt, oké, het is jouw probleem, dus ga er nu ook mee aan de slag. 3. Het leert medewerkers dat zij zelf het verschil kunnen maken. Dus dat het niet is dat je altijd maar naar je afdelingshoofd moet kijken... of naar je teammanager of naar de arbo-coördinator moet kijken. Van ja, dat moet hij of zij maar oplossen. Nee, het is jij maakt het verschil. Jij ziet die problemen. Jij loopt er elke dag tegenaan. Niet alleen jij, maar ook je collega's. Dus zeg er wat van. En niet zeg er niet alleen wat van, maar doe er ook wat aan. En dan het grappige is in die voilà-methode, als je de mogelijkheid krijgt om er ook echt wat aan te doen, dat het fascinerend is hoe makkelijk heel veel problemen opgelost kunnen worden. 4. Het maakt een enorme hoeveelheid slapende creativiteit wakker bij de medewerkers, die thuis hoort bij de werkgever en minder bij de visclub. Nou, een beetje flauw misschien, maar je ziet heel vaak wat ik heel grappig vind, is dat mensen die thuis of bijvoorbeeld op de sportclub heel actief zijn. Kunnen ze allerlei dingen organiseren. Die zijn creatief, ze doen dingen. Terwijl ze op hun werk doen ze niks. Ze doen precies wat ze moeten doen. Ze zijn een soort in slaap gevallen. Net als een computer die in slaap is gevallen. Ze zijn gehospitaliseerd. En ze doen alleen maar wat ze moeten doen. En dat is jammer, want die mensen zijn in principe kritisch, creatief. Ze zien mogelijkheden, alleen ze doen er niks meer aan. En waarom? Ja, misschien omdat ze het eens een keer geprobeerd hebben. Ze hebben wel gezegd van, kan het niet beter of kan het niet anders? Of ik heb wel een ideetje. En dan als hun manager of hun collega's hebben gezegd, nou ja, daar hebben we geen zin in of geen tijd voor. Of is het niet te druk of zo werkt het niet in de praktijk. Ja, dat is jammer. Dus dan wordt die creativiteit gewoon de kop ingedrukt. En ja, gebeurt er uiteindelijk helemaal niks. Nou, als je met voilà bezig gaat, en dat wil je... dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit over welk onderwerp je het hebt. Hè. Je kan het over incontinentie hebben, dus verbeteringen die je in de incontinentiezorg kunt aanbrengen, of de decubituszorg, of valpreventie, of tillen. Het gaat erom dat je ergens mee begint. En het grappige is, als je ergens begint, dan werkt het als een soort vliegwiel. Gaan mensen eerst met kleine dingetjes beginnen, kleine verbeteringetjes, en als je merkt dat het werkt, dan gaan mensen opeens zeggen van, hey, we zijn nu met incontinentie bezig, maar ik weet ook nog wel iets, want ik heb bijvoorbeeld moeite met de verplaatsing van iemand met een glijzeil. Dat gaat ook niet goed. Hoe kunnen we dat dan verbeteren? He, dus dan zie je dat het groter wordt.
Nou, hoe werkt Voila nou in de praktijk? Nou, een aantal stappen. Ten eerste, je werkt met wat we noemen een huddle. Klinkt een beetje populair, maar eigenlijk komt het uit het American football. En dan zie je dat die voetballers, het zijn die voetballers met die hele grote, dikke pakken, die komen dan bij elkaar. Dan hebben ze een soort kleine time-out, kan je het ook noemen. Komen ze bij elkaar en dan zeggen ze, oké, jongens, we hebben dit en dit probleem. Bijvoorbeeld die aanvaller, die loopt steeds daar naartoe en die doet steeds dat. Dan hebben ze, ze signaleren het probleem, dat is ten één. De tweede, ze bedenken heel snel een oplossing en zeggen, oké, jij gaat hem pakken. Hij loopt diep en dan pak jij hem vervolgens in de loop of zoiets. En als derde spreek je ook precies af wie dat gaat doen. En nou, dat noemen we een huddle. En in de Voila-methode is dat ook een huddle. Een korte bijeenkomst met collega's op de afdeling, met een klein clubje, waarin je gaat nakijken van waar lopen we nou tegenaan? Wat zijn onze knelpunten? Wat zijn de oplossingen? En wie gaat dat oplossen? Wie gaat wat doen? Twee. Nou, zo'n huddle duurt ongeveer 20 minuten, kwartiertje, 20 minuten, misschien ietsje langer, maar zo ongeveer. Drie. Het moet natuurlijk wel begeleid worden. Hè? Je kunt niet gewoon maar bij elkaar zitten. Net als in het American football met die huddles heb je een soort aanvoerder nodig. Dus er moet iemand zijn die dat leidt. Nou, hoe vaak doe je nou zo'n huddle? Nou, in het begin zie je vaak dat je dat een aantal keer achter elkaar moet doen. Bijvoorbeeld eens in de 2-3 weken. En vervolgens zie je vaak dat de problemen zich langzamerhand aan het oplossen zijn. En dan ga je het minder doen. Bijvoorbeeld eens in de 2 maand. Zo in. En het kan zijn dat je na een jaar denkt, ja, we hebben gewoon geen knelpunten meer. Nou, dan stop je er gewoon een tijdje mee. En dan na een jaar of zo doe je weer eens een keer een eerste huddle. Dat kan. Het laatste stap van elke huddle is in feite het invullen van het actieblok. En dat werkt als volgt. Dit is het actieblok. Daar zitten dit soort formulieren in. En daar staat op, wat is stap 1? Het probleem. Ik wil de douche in met de tillift en er zit daar een richel. En daar kan ik niet goed overheen met die tillift. Dat bonkt en dat doet. Dat vind ik niet prettig, maar de cliënt ook niet. Dat is een probleem. Wat is nou de oplossing? Nou, de oplossing is, in eerste instantie, iemand heeft in die huddle gezegd, hey, dat is eigenlijk raar, want we hebben hier in huis allemaal dezelfde afdelingen. Hoe hebben ze het op die andere afdelingen opgelost? Nou, de oplossing zou dan de eerste stap naar een oplossing zijn. Gaan we eens even kijken bij de buren. Nou, wat is de actie? Ik ga even contact opnemen met het afdelingshoofd van de buren. En dan ga ik eens vragen van, hoe hebben jullie dat nou opgelost? Dus het probleem, de oplossing en de actie. Die schrijf je hierop. En vervolgens zet je daar ook nog eens een keer bij. Wie gaat dat nou doen? En wanneer? Nou, binnen een week, 2 weken of misschien al vandaag. Maakt niks uit. Ja? Dat schrijf je hierop. En dan vervolgens scheur je dit velletje af. En dat geef je dan aan degene met wie je die afspraak hebt gemaakt. En het aardige van dit blok is nou eigenlijk, kijk, wat gebeurt er nou? Ik heb net het velletje afgescheurd. Er zit hier zo'n klein dingetje, dat hou ik zelf, als huddelbegeleider. En dan staat op, ook weer, wat is het probleem, de oplossing en de actie en degene die het zou doen en de deadline. En dan weet ik ook nog precies wat iedereen zou gaan doen. Nou, zo simpel is het. Voilà.